Indy Groothuizen maakt vandaag zijn debuut in de Eredivisie. Dat Kiko Swinkels geblesseerd is. Iedereen in de jeugd die hoopt natuurlijk dat je slaagt bij Ajax. Nou, toen dat niet doorging, toen heb ik wel een aantal wedstrijden, of ja, tientallen wedstrijden in Denemarken inderdaad op het hoogste niveau kunnen spelen. Dus ja, dat had ik wel al meegemaakt. Maar ja, je Eredivisie debuut is toch wel speciaal. Zeker ook omdat je ja, veel vrienden en familie, kennissen, die kijken naar de Nederlandse televisie. En dan, ja, als dat moment daar is, dan is dat wel speciaal, ja. Schiet maar, tuurlijk, schieten! Oh, wat een knappe redding voor Groothuizen. Je hebt, denk ik, fases in je carrière waarin je weet dat je soms een stapje terug moet doen en vervolgens weer twee vooruit kunt doen. En toen ik binnenkwam, ja, natuurlijk, ik had voor ogen misschien iets sneller mijn niveau te halen en dan de Swinkels moeilijker te maken. Nou ja, goed, ik had wel voor ogen dat ik dit seizoen nog mijn debuut in de Eredivisie zou maken. Ja, onder welke omstandigheden, dus of Swinkels eruit keepen of geblesseerd. Ja, dat doet er dan op dat moment niet zo heel veel toe. Ik moest gewoon even mijn visitekaartje weer afgeven na een lange tijd van afwezigheid door mijn blessure. Maar sowieso natuurlijk ook op de Nederlandse velden eventjes gewoon te laten zien dat ik er ook ben. Groothuizen! Hens of niet? Nee, denk ik niet. Ik denk volgend jaar in de voorbereiding dat de kansen gewoon gelijk zijn. En dat we ja, samen moeten uitvechten wie de plek onder de lat volgend seizoen gaat bemachtigen. En ja, dat zal gewoon nog een gezonde en een eerlijke concurrentiestrijd zijn. En daarin zal ik gewoon mijn uiterste best doen. En dan is het natuurlijk de keuze van de trainer wie er volgend jaar opgesteld gaat worden. Ja, want één ding is zeker, hier staat wel een potentieel eerste doelman van ADO Den Haag. Ja, gezien mijn leeftijd en mijn kwaliteiten denk ik wel dat ik... Zeker in de toekomst, maar wellicht ook nu, want dat heb ik ook bewezen dat ik van waarde kan zijn.